dames en heren, en welkom bij tutorial nummer 35. Vandaag gaan we iets behandelen wat door iemand is aangevraagd in de comments, namelijk de kaboom full. Heel veel mensen kunnen een kaboom, je weet het wel, een achterovensalto waarbij je met je benen slaat op de trampoline. Mr. Milan, dankjewel voor je leuke comment. Wil jij nou ook dat ik een van jouw tricks behandel in een van mijn video's? Laat ook even een comment achter en dan behandelen we die misschien volgende week wel. Wat heb je nodig voor deze trick? Het lijkt al heel logisch. Wat je nou moet kunnen is de kaboom. Als je de kaboom niet kan, kan je deze hele trick natuurlijk al niet. En wat ook wel handig is, is dat je achterover kan schroeven. Het is niet per se een must, want ik vind dat je bij de kaboom full een beetje anders schroeft dan met een normale back full. Alleen ja, als je weet hoe die beweging werkt, maakt dit natuurlijk wel een stuk makkelijker. Het is een trick die alleen gedaan kan worden op de trampoline. Ben je dus een freerunner en doe je geen trampoline tricks, skip dan even door naar een van mijn andere tutorials. Probeer het wel op de vloer, stuur me dan even een filmpje, want ik ben zeer benieuwd dat eruit ziet. Wat het verschil is tussen een kaboom full en een normale achteroverschroef, is bij een normale achteroverschroef kan je hem eigenlijk al direct inzetten. Bij de afzet kan je al gaan beginnen met schroeven. Met een kaboom full moet je wachten totdat je bijna op zijn kop zit. Als ik namelijk te vroeg ga schroeven, gebeurt er dit. Dan ga ik dus draaien en kom ik eigenlijk niet meer op mijn voeten terecht, maar meer op mijn rug. De kaboom full moet je dus pas doen zodra je op zijn kop zit. Kan je de back full dus al, is het eigenlijk precies dezelfde beweging, alleen wacht je dus doordat je op zijn kop zit en begin je dan pas met draaien. Het is heel simpel. Getukt kan je niet schroeven. Dus je moet eerst gaan werken aan een kaboom waarbij je niet tukt. Eigenlijk is de beweging heel simpel. Zodra jij slaat, trek je je armen over je schouders heen. Normaal met de kaboom doe je als het ware dit. Je slaat met je benen en gaat naar achter. Maar met de schroef doe je net zoals met een normale schroef, je armen over je schouders. Waar je mee kan beginnen is een halve schroef. Om even het draaimoment onder controle te krijgen. Als je de kaboom Arabian dus gaat proberen te landen, ben je eigenlijk bezig met een andere trick. En daar wil je niet te veel op focussen voor het leren van de kaboom full. Ik snap het, best verwarrend, want een Arabian leren voor de back full helpt wel. Maar in een kaboom zit het heel anders in elkaar. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar geloof me. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen om je kaboom full door te draaien, is, denk ik het al raad, doordraaien. Je slaat met je benen, gooit je armen over je schouders, maak een hele draai en land op je voeten. De kaboom, Cody, ball-outs, dat zijn voornamelijk tricks waar het ook heel goed gaat om techniek, om het gevoel wat je erbij hebt, om de timing, om precies op het juiste moment slaan of duwen. Dus bij een kaboom full is het ook belangrijk dat je dat slaan en de timing goed onder controle hebt, om het uiteindelijk een succes te laten worden. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan de tips in deze video. Vond je deze video leuk? Geef me even een like en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Laat me in de comments ook even weten of je liever freerun tutorials hebt, of ze af en toe ook wel een trampoline trucje wil leren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!